Goedendag, dames en heren. Welkom bij de Week van de Inspiratie. Vandaag in het Nederlands als uitzondering. En daarbij is het mij een eer en een genoegen om Herman Pleij te mogen introduceren. Van 1981 tot zijn emeritaat in 2008 was hij hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Maar zijn werking en betekenis gaan veel verder dan de academie. Als letterkundige van de late middeleeuwen heeft hij een belangrijk stempel op het vakgebied gedrukt. Literatuurgeschiedenis is voor hem cultuurgeschiedenis. Geschiedschrijving aan de hand van literaire teksten en activiteiten. Literatuur weerspiegelt de geschiedenis niet zozeer, maar is daarom handelend aanwezig. Literatuur geeft vorm aan de geschiedenis. Centraal daarin staat de laat-middeleeuwse stedelijke cultuur en de rol van de rederijkers daarin. En literatuur is daarbij ook meer dan een geschreven tekst. Centraal staat de uitvoering en de verwerking. Lezen, voordragen, zingen, spelen. Literatuur is zinnelijk en performatief. Net zoals professor Pleij, zou je kunnen zeggen. Hij heeft zijn onderzoek altijd naar buiten gebracht en is nog altijd prominent aanwezig in het publieke debat over literatuur, geschiedenis en nationale identiteit. Tot op de tafel van De Wereld Draait Door. De literatuur- en geschiedenisopvattingen van professor Pleij hebben hun weerslag gevonden in een aantal invloedrijke publicaties. Het Gilde van de Blauwe Schuit, proefschrift over carnavalsteksten. De Sneeuwpoppen van 1511, De Dromen van Cocagne. En in 2007 verscheen Het Gevleugelde Woord. Dat niet alleen zijn bijdrage was aan de reeks literatuurgeschiedenis van Nederland, maar dat ook gelezen kan worden als een synthese van zijn visie op de geschiedenis van de laat-middeleeuwse letterkunde. En nu is er Oefeningen in Genot. Liefde en lust in de late middeleeuwen, waarover Herman Pleij zo meteen gaat spreken. Een uitgesproken Pleijiaans werk. Enthousiast, zinnelijk en overdadig. Het laat zien hoe in de stedelijke cultuur van de late middeleeuwen steeds meer mensen het volle leven omarmden, inclusief de vleeselijke lusten waarmee de mens van nature begiftigd is. En daarmee werd het lichaam bevrijd uit het christelijk keurslijf van preutsheid en onthouding. Herman. Dankjewel. Het klopt allemaal, dus dat is niet vaak het geval, maar dat wou ik toch gezegd hebben. Goedemiddag, dames en heren. Ik ga iets vertellen over die explosie aan erotische teksten, ook met een correspondentie in de beeldende kunst van die tijd. En dan heb ik het over de 15e eeuw vooral, zeker eind van de 15e eeuw, begin 16e eeuw. En dat betekent wat. Ik heb zelfs gedurfd om in dat boek te spreken van een revolutie. Een revolutie die ook, zoals alle revoluties, weer een repressie oproept. Iets dat je, en dat zijn vergelijkingen die ik het hele boek door maak, maar vooral in het slothoofdstuk, die ook vragen doet stellen in verband met de seksuele revolutie in onze tijd, althans in de jaren 70-80, en de repressie, verpreutsing, mensen gebruiken daar allerlei woorden voor, die kenmerkend voor onze tijd zou zijn. En er zijn ook nog wel in de tussenliggende eeuwen zijn er perioden aan te wijzen die zich kenmerken door een uitbarsting van de remmen die er kennelijk liggen op het seksuele vertier of zelfs alleen maar al op de voortplanting en de uitbarsting daarvan en de repressie, het onderdrukken daar weer van, dus golfbewegingen. En dat roept ook een aantal moeilijke vragen op. Ik vind dat moeilijke vragen over wat je daarmee aan moet. Ik bedoel dan dat je in die late middeleeuwen verschijnselen ziet die sterk doen denken aan de discussie in onze tijd over MeToo, over man-vrouw verhoudingen, over vrouwelijke initiatieven in seksualiteit, dat je bijna het gevoel krijgt van schieten we dan niet op. Komen steeds weer diezelfde dingen terug. Wat betekent dat? Want het is nooit hetzelfde. Laat je nooit verleiden om te denken dat er vroeger hetzelfde was. Oh, dat was vroeger ook al en dat is nu. Laat je daartoe nooit. Het is niet hetzelfde. Maar er zijn wel steeds verwantschappen en die roepen vragen op. En in dit geval zijn ze wat mij betreft wel heel prikkelend. Ik zei van schieten we dan nooit op? Nou, dat is een beetje heel kort door de bocht. Maar hoe komt het dat steeds diezelfde punten toch weer terugkomen? En
En zijn dat archetypen van menselijk gedrag waar wij weinig invloed op kunnen uitoefenen? Nou, daar komt het uiteindelijk op uit. Maar het boek gaat verder natuurlijk nadrukkelijk over die, wat ik noem, laat-middeleeuwse seksuele revolutie. Het is heel opvallend. Je kunt dat, ik ben literatuurhistoricus, zoals aangekondigd, van huis uit. Er is een explosie van teksten aan het eind van de middeleeuwen die sterk erotisch zijn en dan ook wel erotisch op een manier. En daar heb je meteen een verschilpunt. Dus niet dat geruststellende waar ik het net over had van er is niks nieuws onder de zon. Oh, dat was vroeger ook al. Dat leidt tot tegeltjeswijsheden die mensen aan de muur hangen. Het is geruststellend, dat wil je graag, dat denken. En dan kun je nooit verrast worden eigenlijk. Nou, het is wel steeds anders. Deze teksten, als je ze analyseert en een heleboel daarvan die behandel ik in dat boek, die hebben een soort genitale fixatie die ongekend is in de literatuur. Die kom je in onze tijd ook niet zo tegen. Dus inderdaad, gepersonifieerde geslachtsdelen die van alles en nog wat met elkaar uithalen. En dan niet een literatuur van een schimmige literatuur die anoniem is en die zich onder de toonbank afspeelt, bij wijze van spreken. Nee, de grote auteurs in de 15e, begin van de 16e eeuw doen allemaal mee aan dit soort teksten. En zoals gezegd bij de inleiding, het is ook openbaar. In de stad is dit openbaar. Die grote auteurs doen allemaal mee. Het zijn dus niet speciaal auteurs. Denk even aan de seksuele revolutie in de 20e eeuw. Dan zie je dat het een paar auteurs zijn, met name Reven, met name Wolkers, die op dat terrein provocerend over seksualiteit schrijven, maar op zeer literaire wijze. Dat was nieuw. Maar in die 15e eeuw zijn het alle auteurs die we kennen van naam. En dat zijn er al heel wat. Want die rederijkers, stedelijke literatuur, die scheppen voor het eerst een literaire taal. En die maken toneelstukken, die voeren kluchten op, die schrijven refreinen. Die maken liederen. Allemaal openbaar ook, die refreinen. Dat werd ook voorgedragen, werd gespeeld, werd uitgedaagd. En ze doen het allemaal. Dus dat is heel kenmerkend voor die tijd. Dat is kennelijk, werd ook van ze verwacht dat ze zulke teksten maken. En daarom is het, en we zien dat ook in de beeldende kunst, dus de beroemde schilders als Jan Gossaert. Jan Gossaert is misschien wel de voornaamste van die beweging. Die zie je ook, dat ze zich storten op de uitbeelding van naakte lijven. En ook naakte lijven in beweging. Dus niet stil terzijde gezet. Nee, die juist acteren. Grote voorkeur voor Adam en Eva. De zondeval. En wat er vooral na de zondeval gebeurt. Dat ze zich bewust worden van hun geslachtelijkheid. En zich tegelijkertijd daarvoor schamen. En men beeldt dat heel graag uit. Ook een heleboel schilders die wij niet van naam kennen. Maar je ziet dat het daar ook mee parallel loopt. En natuurlijk met wat zich in werkelijkheid in die steden voordoet. Een enorme bordeelcultuur, om maar wat te noemen. Maar dan wel een chique bordeelcultuur. De stoven, een soort badhuizen, sauna's die in allerlei voorzieningen gereed hadden. Daar kon je heerlijk drinken, je kon er naar muziek luisteren. En je zat naakt in bad met z'n allen, met z'n tweeën. Alle mogelijkheden waren aanwezig, zeer openbaar binnen de grenzen van die stoven. Maar je kon je ook terugtrekken boven, allerlei afbeeldingen, idealiserende afbeeldingen, pas op. Maar we weten dat die stoven er waren. Al was het alleen maar omdat ze in de loop van de 16e eeuw gesloten worden. En daar heb je die repressie. Het loopt kennelijk uit de hand. Nou, heel kennelijk. Deze revolutie in de stad, die kent wel een zekere voorgeschiedenis aan de hoven, de adellijke hoven in Europa. Met name de Franse en de Bourgondische hoven. Daar zie je dat daar een vrijmoedige seksualiteit, maar losbarst in spelvormen, gedragsvormen. Maar die blijft erg besloten. Die blijft binnen dat hof. Die komt niet naar buiten. En die blijft ook echt beperkt. Aristocratie in de steden doet er enigszins aan mee. Maar het is vooral die rederijkerij, die stedelijke literaire cultuur, die het naar buiten brengt. Die optredens die vinden plaats op de marktpleinen, op het kerkhof. Dat is niet blasfemistisch bedoeld, maar in zo'n middeleeuwse stad zijn heel weinig grotere ruimte. Dat is de markt, maar dat is dan een van de weinige grote ruimte. Verder zijn het allemaal nauwe stegen, nauwe plaatsen. En het kerkhof bij de kerk. Dus dat werd ook vaak gebruikt als plek waar je toneel kon spelen en
waar je voor een publiek kon optreden. Dat het een voordracht is en dat het publiek is, daar besteed ik veel aandacht aan, omdat dat aangeeft dat er dus in principe een ongelimiteerd publiek is. He, men kan er getuige van zijn, men kan meedoen. Het is ook erg interactief. Die rederijkers waren er, en dan niet alleen met dit soort teksten, maar überhaupt zeer op gericht om het publiek te betrekken bij wat ze deden. Ik geef een paar voorbeelden van de bronnen die we hebben, handschriften waarin die teksten op, een soort repertoire handschriften, waarin ze werden opgetekend. En daar vind je soms, en dat vond ik ook interessant om dat wat uit te diepen, daar vind je soms in de marge vind je een soort regieaanwijzingen van wat de voordrager, en dat waren in de regel professionals uit de eigen kring, soms ook wel beroemden, die rondtrokken. Dus echt, die wisten, hè, dat waren geen amateurs, maar echt. Die kregen in hun repertoireboeken, kregen ze ook suggesties over wat ze uit het publiek konden ontlokken. Er is een refrein. Een refrein is een strofische tekstsoort van vier of meer strofen. Vast rijmschema, hè, een literaire gekunstelde taal, maar juist om effecten te bereiken. Met een vaste stokregel heette dat. Elke strofe eindigde met dezelfde regel. Die gaf eigenlijk het thema aan. Dan had je zo'n tekst en die heette: Is het op aarde niet een paradijs? Dat was overigens de opgave voor een rederijkerswedstrijd. We hielden een wedstrijd, dan kwamen de rederijkerskamers. Hè, stedelijk was men georganiseerd in kamers. Die kwamen uit allerlei steden, stroomden samen, hielden dan competitie dagenlang. Soms wekenlang zelfs. Hè. Er waren soms hele grote literaire festivals. Gewoon festivals. En dan kreeg men opdrachten. Hè. Maanden van tevoren opdrachten. En dat waren bijvoorbeeld stokregels. En daarom kennen we een flink aantal refreinen. Op de stokregel: is het op aarde niet een paradijs? En het is opmerkelijk dat de meeste kamers die stokregel ook uitbuiten in erotische zin. Ja, en dan... Het is een zeer erotisch verhaal over wat Adam en Eva na de zondeval allemaal hebben uitgehaald. En de bewering van het paradijs is dan: we zijn eruit gegooid, Adam en Eva, maar het is niet verdwenen. Het ligt nog steeds op aarde. Dat dacht men ook in de 15e, 16e eeuw, dat je er nog naartoe kon. Het is nog op aarde en eigenlijk stroomt dat paradijs over de aarde heen. Het is dus een positieve waardering van de aarde dat je dus ook het paradijs daarbuiten vindt. Dat werd gesteund door de gedachte, en stond in de Bijbel, dat er vier stromen waren. En die stromen die spreidden zich uit over de aarde en die brachten vruchtbaarheid en allerlei andere dingen. Goud, edelstenen, noem maar op. Brachten ze gezondheid, geneesmiddelen, enfin, hadden allerlei stimulerende werkingen. Dus daar, zo werd het geïnterpreteerd door een aantal van die kamers. Die zeiden, ja, de hele aarde is eigenlijk een paradijs. En dan is het een hartstochtelijk pleidooi voor... zeg maar de vrije liefde. Er wordt gezegd van, er wordt absoluut geen blad voor de mond genomen. Er wordt bijna technisch beschreven hoe je met elkaar tekeer kon gaan. Dat je de schaamte moest weglaten. Want dat was juist het probleem van de zondeval. Dat ze zich schaamden. Nou, dat moet je vergeten. Op aarde mag je ook genieten. Je moet de schaamte, je moet flink tekeer gaan. En dan staat er, het is een soort seksuele voorlichting. Zit er ook in verweven. In zo'n refrein, dat werd voorgedragen met iemand die gebaren maakt, hè, die het uitlegt, die het demonstreert. En ja, die kon net zo ver gaan of zich beperken als hij wilde. Er staat er op een gegeven moment in de marge, staat daarbij, jaat, jaat. Dat betekent, zo is het, zo is het. Dus dat is de bedoeling, dat die voordrager dat ook uit dat publiek haalt. Hè, dat hij zo ver gaat, want hij zegt dan, het staat bij de regel, dat op een gegeven moment staat van, en als je eindelijk bezit neemt van je vrouw, dan moet je zien dat je de bodem raakt. Dat lukt je nooit, maar geef het niet op, ga door. Dat verraadt meteen iets over de opvatting over seksuele opwinding. Dat vindt niet alleen in deze tekst, maar ook in medische geschriften in die tijd. Niet alleen literatuur, ook medische geschriften. Die zeggen van, en het is allemaal de male gaze, hè? Mannelijke. We hebben ook een paar vrouwelijke bronnen, hoor. Maar over het algemeen zijn dat natuurlijk mannelijke visies op seksualiteit. Die zeggen je moet zo hard en zo snel mogelijk, vanuit die man, nadrukkelijk gedacht natuurlijk, je moet zien dat je de bodem raakt, geef het niet op, en graag drie keer achter elkaar. En dat is dan het ideaal. Nou, zo wordt het. En daar speelt jaat jaat op in. Hè? Dat moet het publiek dan beamen. Als hij dat staat voor te dragen, ja, zo is het. Overigens,
Er stonden ook vrouwen tussen, hoor. Dus daar geen misverstand over. Dit is niet in een mannenwereld, maar het is wel een mannelijke tekst. Ik besteed daar straks nog even verder aandacht aan. Waar gaat dit tegen tekeer? Dit is een beweging die onder wijsgeren, onder theologen, al in de 12e, 13e eeuw zichtbaar wordt. Maar dat is in de wereld van de Latinitas, van het Latijn. En in die wereld worden pleidooien gehouden voor de natuur. De natuur is toch, en er wordt gepositiveerd. De traditionele opvatting was dat bij de zondeval de aarde geperverteerd raakt. De duivel wordt eigenlijk de baas na de zondeval op de aarde. En die is permanent bezig om de mens te verleiden. Met allerlei aantrekkelijke dingen. Met mooi weer, met lekker eten, maar ook vooral met seks. Het aangewezen wapen van de duivel op aarde is seks. Waarom? Omdat met seks, en daar is de kerk heel pertinent in, kan de duivel mensen zinneloos maken. Dat is wat volgens de kerk de duivel altijd probeert. Om de mensen zijn zinnen te doen verliezen. Dat je je ratio kwijt bent. Dat je niet kunt beheersen. Dat je geen controle meer over je lichaam hebt. Dat is wat met Adam en Eva gebeurt. Die zijn de controle over hun lichaam kwijt. Met name over het onderbuikse. Ze schrikken zich dood. Die geslachtsdelen gaan ineens buiten hun wil om aan de gang. Dus dat is ook veranderd. En dat is wat de duivel wil. Want dan kun je niet meer je verzetten. De kerk is ook vanaf de middeleeuwen, er zijn nog steeds sporen van, niet meer echt duidelijk. Maar in de middeleeuwen is dat heel duidelijk. In die 16e, 17e eeuw vind je dat ook nog. De kerk is buitengewoon tegen lachen. Lachen, dat hoort ook niet. Sterke verbodsbepalingen, want dat is ook een middel van de duivel. Als je lacht, dan verlies je je zinnen. Dan ga je schateren. Denk even aan de slappe lach. Dat is daar nog een echo van die gedachte. Want dan ben je ook redeloos. Je kunt je dan niet verder beheersen. Dus dat die gedachte van de aarde is. En dat verdoemt de natuur. De natuur is dus een mijnenveld. En als christenmens loop je spitsroeden. En alleen met behulp van de heilige familie en met de behulp van heiligen kun je, en door gebed en door je te houden aan hun voorschriften, heb je een kans dat je behouden bij het laatste oordeel aankomt. Maar die duivel ligt voortdurend op de loer. Dit negatieve beeld, dat overigens ook niet verdwijnt in de 12e, 13e, 14e eeuw, dat blijft keihard bestaan. Tot in de 16e eeuw, kijk even naar wat er op de achtergrond geprojecteerd is. Dat ken je wel, de drieluik van Jeroen Bos, begin van de 16e eeuw, rond 1500. Geheten de tuin der lusten. En dan zie je nog steeds dat in die tijd van Bos deze traditionele voorstelling op een buitengewoon originele wijze overigens verbeeld, geen twijfel. Maar dat wat er uitgebeeld wordt, de boodschap van Jeroen Bos is nog steeds deze traditionele visie van het paradijs links. Daar worden ze uitgegooid. Dan op de aarde, dat is het middenstuk, de tuin der lusten. Alleen al die naam, die ook uit de tijd zelf stamt, geeft aan dat de mens daar zich overgeeft, verleid door de duivel, aan alle mogelijke zonden. Vreten, zuipen, vooral dat eten, al die exotische vruchten die erop staan. Al die blote mensen zijn allemaal bloot. En ze zijn die zinnelijke dieren. Dat is ook eigenlijk geen onderscheid tussen dieren en mensen. Ze volgen hun instincten. Ze zijn bezig. En deze tuin der lusten die geeft dus op allerlei wijze aan hoe mensen ook allerlei standen aannemen. Andere posities aannemen om elkaar te beminnen. Elkaar betasten op alle plaatsen. Er zijn voortdurend blote konten die omhoog gestoken worden. Directe referentie aan mannelijke homoseksualiteit. Die dus alles wat je maar. En dat is de traditionele visie die dus ook door Bos nog heel nadrukkelijk naar buiten wordt gebracht. Want rechts is heel duidelijk waar dit gedrag naartoe leidt. Kijk maar rechts, dat is de hel, het vage vuur in de hel. Daar kom je dan terecht. Dus er zit een verhaal in, paradijs, zondeval, tuin der lusten. Dat is de manier waarop de mens dus verleid wordt om de aarde te gebruiken. En dan kom je daar uiteindelijk terecht. Maar tegen deze visie komt dus vanaf de 12e eeuw. En dat verbreedt zich in de 13e eeuw. En dat wordt vooral in de 14e eeuw wordt dat veel algemener. In de 14e eeuw, dat is die tijd dat het in de steden ook begint door te dringen. En bedenk goed dat de lage landen wat dat betreft een typisch stedelijk landschap vertonen. De burger, de koopman die daar de baas is. En dan zie je dat daar een nieuwe, een andere opvatting over natuur. Daar gaat een opvatting ontstaan, natuur is eigenlijk natuurlijk. En dan is natuurlijk, dat is positief, dat wordt gepositiveerd, dat bericht. Kijk, zegt men, het paradijs bestaat nog, uitgegooid, maar is er nog wel. En er staat in de Bijbel ook dat je
kunt genieten. En dan worden allerlei plaatsen uit de Bijbel worden verzameld waarin staat dat mens ook op aarde blij mag zijn en blijdschap mag voeren. En dat is dan niet blijdschap in het vooruitzicht dat hij in de hemel kan komen. Nee, ook op aarde mag hij genieten van Gods schepping. Het is Gods schepping. En dan wordt er betoogd, en dat is ook wat in de loop van de 14e eeuw steeds luider wordt. En dan ook in de volkstaal, dus voor een breder publiek. Er zijn ook teksten die naar buiten komen. Het is ook zo. Waarom heeft de mens dan lichamelijk allemaal voorzieningen gekregen van God, hè, als schepsel, waarmee die kan genieten? En dan wordt er gezegd, je kunt met dat lichaam van alles doen. En je moet die schaamte weghalen en dan kun je ze ontdekken. Waarom heeft God dat dan gedaan? Want dan hoeft hij toch niet als mensen alleen maar recht toe, recht aan, alleen maar voor de voortplanting paarden, hoeft hij toch niet allemaal al die mogelijkheden in je lichaam geplaatst te hebben van genieten? En nou, dat wordt door de kerk als ketters ervaren. Maar je ziet dat dat steeds meer doordringt, die gedachte van je kunt met je lichaam veel meer doen. En daar heb je ook recht op om dat te maken. Nou, één voorbeeld te geven. Men gaat bijvoorbeeld, en dat is wat je in de beeldende kunst vindt, hè, in de 14e eeuw, denk aan getijdenboeken die vaak geïllustreerd zijn met miniaturen, die niet, maar ook met marginale illustraties, die niet alleen betrekking hebben op de tekst van zo'n getijdenboek vol gebeden en allerlei christelijke formules, maar ook in hun afbeeldingen. Dus een soort andere wereld suggereren, vooral in die marginale tekeningen. En dan zie je dat er allerlei genotssituaties worden uitgebeeld, waarbij het niet zo is dat dat een negatieve tegenwereld is, maar waarin het ook een enthousiasmerende wereld is van bloemen, eten, maar ook naakte lichamen die van alles met elkaar doen. Dat is dan kennelijk een soort uitbundige natuurbeleving die begint een plaats te veroveren. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld dat men, en dat is wat je in dit schilderij, in die Tuin der Lusten, in negatieve zin nog steeds vindt. Maar vanaf de 14e eeuw vinden we het in de beeldende kunst en de literatuur ook gepositiveerd. In de zin van, waarom zou je je beperken tot de missionarisstand? Want zo heette dat, overigens vanaf de 16e eeuw, daarvoor ook een andere term daarvoor. Het is een merkwaardige term, een missionarisstand. Je weet dat de kerk zich laat leiden door wat er in de Bijbel staat, met name in de brieven van Paulus. De brief van Paulus in het Nieuwe Testament wordt verteld dat de mens zich moet voortplanten. Dus dat hij daarom paart. En dat het huwelijk binnen een erkend huwelijk. En dat hij daarnaast dus ook in het huwelijk zijn lusten kan kanaliseren of gekanaliseerd kan voelen. Er zijn twee argumenten voor het huwelijk. Daar is het huwelijk voor. Natuurlijk dat er meer christenen komen, maar vervolgens ook is het een opvang, het huwelijk, de beste opvang voor iets wat anders buiten het huwelijk zou plaatsvinden. Want mensen kunnen hun lusten niet bedwingen, de duivel enzovoort. Dus dan gaan ze zich op allerlei manieren te buiten. Dat kan dan nog het beste, maar binnen dat huwelijk gebeuren. Zo werd dat ook geïnterpreteerd, zoals dat bij Paulus stond. Nou, die missionarisstand, dat had de kerk bepaald. De kerk had eerst bepaald dat die paring, dat mocht alleen op bepaalde dagen. Er is wel eens onderzoek naar gedaan in onze moderne tijd. Je hebt de zondagen waren verboden om te paren. Dus binnen een huwelijk, binnen een wettig huwelijk. Zondag was verboden, vrijdag was verboden. Dat was de dag waarop Christus was gestorven. Sommige streken hadden hier ook de woensdag nog bij betrokken, dat niet kon. Dan alle christelijke feestdagen, alle heilige dagen waren verboden. Alle dagen van onvruchtbaarheid van de vrouw waren uiteraard verboden. Want dan was duidelijk dat je geen kind kon verwekken. Daar zaten nog allerlei regionale varianten op. Het kwam erop neer dat je minder dan de helft van het jaar met elkaar naar bed mocht gaan binnen het huwelijk. Dat betekent dat als man en vrouw daartoe aandrang voelden binnen hun huwelijk, moesten ze afzonderlijk van elkaar lange lijsten gaan raadplegen of het wel kon. En dat hebben ze niet gedaan. Het is heel belangrijk om dat vast te stellen. Biologen hebben dat in onze tijd hebben gewoon dat berekend. Dat kun je heel makkelijk berekenen. En als ze zich daaraan hadden gehouden aan die voorschriften, dan hadden wij hier niet deze bijeenkomst gehad. En dan was de mensheid al in de 18e eeuw uitgestorven. Dus hou dat altijd vast, dat we het hebben over ideologie, verbeelding, die werd in de inleiding tot mijn genoegen heel terecht gezet, die dus een agens is, die invloed heeft, die niet afspiegelt. Ja, die spiegelt wel bepaalde denkbeelden uit, maar die heeft invloed op wat er gebeurt.
Maar valt niet samen met die werkelijkheid. Het is niet zomaar een... is altijd belangrijk om te bedenken. Nou, dat die missionarisstand, term in de 16e eeuw ontwikkeld, de man hoort bovenop de vrouw te liggen en de vrouw aan te kijken. En dat werd, die term ontwikkelde zich niet omdat missionarissen dat bij voorkeur zo deden, integendeel, maar die kregen de opdracht om dus de niet-christelijke volkeren in de andere continenten te gaan bekeren. He, dat was het woord van God verspreiden. En die moesten heel duidelijk maken dat men zich essentieel onderscheidde van het dier. Het dier was instinctmatig, had geen reden. Die denk maar waar de lusten naartoe uitgingen. En de mens was anders, die had een christelijke reden. En die moest daar volgens die reden ook handelen. En die essentie lag het in het feit dat dieren die paarden als ze zin hadden, of geen, enfin die paarden maar, die werden loops en weet ik veel. Men trad niet graag in detail daarbij. Maar men stelde in ieder geval vast dat dieren het achterom deden. Dat was naar de stand van biologische kennis in die tijd natuurlijk, maar beesten keken elkaar niet aan tijdens de paring. En mensen dus wel. En daarom was dat een heel belangrijk punt. En verder had de kerk bepaald dat men zo weinig mogelijk elkaar lichamelijk moest aanraken. Je moest dat zo weinig mogelijk doen, want het lichaam, en dat is een heel belangrijk punt, dat zit namelijk in heel veel religies met echo's in onze tijd. Het lichaam is de verpakking van de ziel. En als dat lichaam besmeurd raakt, dan wordt de ziel aangetast. Nou, in het middeleeuwen staat altijd een enorm nummer. Dus als jij zonden pleegt, dan heeft dat een effect op je ziel. Die arme ziel die hangt daar in dat zich besmeurende lichaam. Hè. Dat geldt overigens ook voor eten, voor drinken, maar vooral ook voor seks. Dus dat lichaam dat is eigenlijk heilig. Een heilige koffer van die ziel. En dat betekent dat bij de paring, de kerk heeft dus ook de wettige paring tussen man en vrouw in het licht van de voortplanting nog steeds als zonde bestempeld. Dat is in de officiële theologie is dat nog steeds zo. Ja, niet dat iemand daar nog actief zich mee bezighoudt, denk ik. Maar officieel in de theologie is dat nog steeds aanwezig. Het blijft een zonde. Hele kleine, heeft de kerk meteen vastgesteld. Dus het kleinste zonde die je kunt plegen. Maar het is een zonde. Dus daar zit dat element van dat besmeurde lichaam. Dat blijft aanwezig. En dat betekent dat je elkaar zo weinig mogelijk moest aanraken. Er werd ook een bijbeltekst bijgehaald met het noli me tangere. Wil mij niet aanraken. Als Maria Magdalena op Jezus afkomt, die even terugkeert op aarde na zijn dood. Maar hij is dan niet meer een echt lichaam, of hij is een geheiligd lichaam, net hoe je dat wil zien. Maar dat aanraken van een lichaam, dat is buitengewoon gevoelig in verband met die ziel. Je vindt dat in onze tijd nog steeds in orthodoxe kringen, van die bijvoorbeeld geen hand willen geven. Ja, dat tref je in de Joodse cultuur, orthodoxe rabbijn die geen hand geeft aan vrouwen met name. Maar ook in de islamcultuur komt dat voor. Hè, dat je dus je op dat punt die lichamen ook uit elkaar nog steeds zou moeten houden. Nou, dat is waar deze beweging dus tegen tekeer gaat. Hè, vooral vanaf de 14e eeuw in die steden. Je moet je hele lichaam, en dan dat is ook altijd heel kenmerkend voor een seksuele revolutie. Dan ontwikkelt men nieuwe woorden. Nieuwe woorden voor dingen ja, die men nu gaat doen en gaat aanbevelen, maar daar waren nog geen woorden voor, omdat het eenvoudig niet geacht werd te bestaan. En ik heb ook uiteraard een aantal van die woorden verzameld, en dat is op zichzelf ook bijna vermakelijk. Bijvoorbeeld het werkwoord pannenkoeken. Dat wordt veel gebruikt in deze erotische teksten. Het woord pannenkoeken, en dat betekende als pannenkoeken op elkaar liggen. Dus elkaar zoveel mogelijk van top tot teen aanraken. Je lichaam dus optimaal tegen elkaar aandrukken. En dat werkwoord heeft het niet gehaald. Dat vind ik jammer, want het is een leuk werkwoord, pannenkoeken. Het tutebukken heb ik ook. Tutebukken, dat was ook, zeg maar over elkaar wrijven met je buiken en zo. Dus dat lichaam wordt geactiveerd en dat wordt in deze weg met de schaamte, weg met al die beperkingen, maar geef je over aan de natuur, want de natuur is positief. Het is natuurlijk. Dat is erg. Dat was overigens in die seksuele revolutie van de jaren 70-80, in de vorige eeuw, was dat ook zo. Daar kwamen ook allerlei nieuwe woorden op in de Nederlandse taal, die voor dingen die men niet gewoon was om in praktijk te brengen, en die nu ineens wel kwamen, dan moest je daar ook nieuwe woorden voor hebben. Er is een heel bekend cabaretnummer van Kees van Kooten en Wim de Bie, die daar de spot mee drijven. En dat cabaretnummer dat kun je heel makkelijk via internet vinden. Dan spelen ze de cliché-mannetjes. Dat is het begin van hun carrière.
als twee Hagenezen die aan het biljarten zijn. En dan allerlei maatschappelijke kwesties aansnijden. En dan speelt Kees van Kooten, die speelt dan de macho. En Wim de Bie, die speelt de net gehuwde, bleuje echtgenoot. En die bekent dat hij het niet zo goed voor elkaar krijgt met zijn vrouw. En dan haalt dus Kees van Kooten uit. Want die is de macho. Zegt, als ik wil, dan spuit ik de postbode van zijn fiets. Die gaat. En dan vervolgens noemt hij 27 nieuwe woorden voor de paring. Ketsen, palen, enfin, dat gaat maar door. En dan is Wim de Bie heel verbijsterd dat al die woorden bestaan. Het nummer drijft de spot natuurlijk met al die nieuwe woordverleningen. Maar op zichzelf is dat kenmerkend ook voor zo'n revolutie. In het begin, want er gaat wel iets aan vooraf van die rederijversliteratuur, die zo van het midden van de 15e eeuw dominant wordt in die steden. Daarvoor, ook overigens in de stad, heb je al een aristocratische liedcultuur, een soort hoofdzijd, maar dan in de stad. En dan zie je dat deze nieuwe seksuele vrijheid nogal eens geprojecteerd wordt op een ander milieu. Dus dat men nog niet rechtstreeks daarover praat, maar het projecteert op boeren, met name op boeren. Boeren die zijn ongeremd, die zijn instinctief, die leven erop los, eigenlijk net als dieren vlak bij de aarde. En zo'n beroemd lied is het Kerelslied. Misschien wel eens van gehoord. Een van de beroemdste liederen uit de Middel-Nederlandse literatuur. Begin van de 15e eeuw, rond 1400, in Brugge gemaakt. Wie willen van den kerels zingen? Kerels, hè, dat zijn boeren. Het is overigens een politiek strijdlied, maar dat doet nou even niet toe. Die waar men tegen tekeer gaat in dat lied, diegenen worden voorgesteld als kerels. En dan op de meest ruwe wijze, die kerels die vreten en zuipen zich klem. Die zijn agressief, die gaan naar de kermis. De hoofdfiguur, er staat een hem dunkt, die is een graven, die gedraagt zich als een edelman. De knots bij zich, hij gaat vechten op de kermis. Hij is opgewonden en dan de hele tijd het refrein van dat lied. Het is een ander soort refrein, maar wat bij een lied hoort, is de hele tijd de troep, de rotzooi die heet wrongelen en de wei. Dat hoort ook bij boeren, die eten dat soort dat spullen. En dan gaat hij aan het slot van die tekst gaat hij naar huis. Hij is helemaal opgewonden, bezopen en zo. En dan wil hij zijn vrouw een stuk van de lijfkoeken geven. Ook een woord voor mannelijk geslachtsdeel. Een stuk van de lijfkoeken. Hij wil er gewoon pakken. En daar heeft die vrouw geen zin in. Die veert hem af. En die zegt, ga weg. En daar heeft hij niks mee te maken. En hij verkracht er. Hij verkracht er gewoon. En dan vindt ze het wel lekker. Dan vindt ze het dus wel lekker. Daar zit ook een sentiment. Kijk, en dat zingen die burgers. Die aristocratische burgers. En die kunnen dan altijd denken van, nou, bah. Hè, dat hoort niet. Hè? Dat is gedrag waar wij ons tegen afzetten. Want wij zijn aristocratische burgers, kooplieden, wij gaan eruit. Maar ondertussen informeren dat soort teksten je wel over allerlei erotisch en seksueel gedrag, waarvan je toch kunt denken van nou. En dan is het een uitwerking ook van een hoofse cultuur zoals die in die besloten hoven in Frankrijk, Bourgondië, bestonden. Overigens dat Bourgondië, dat zijn wij ook vanaf de 15e eeuw. Hè? Dat zit in Brussel. We vallen onder dat rijk. En dat daar een cultuur is ontstaan en die komt nou ook naar buiten en die kolkt in die teksten naar buiten. Die dus eigenlijk al vrij snel in de loop van de 15e eeuw ophouden met die projectie, maar nu recht toe recht aan vertellen, hè, vanuit zichzelf. Een sfeer en daar, want we moeten op de tijd letten, dus ik begin nu in een langzame afdaling naar de afronding. Uit die hoofdstuk, die nu dus daar verburgerlijk wordt, in dat literaire leven van de stad en die elementen bevat waar wij nog steeds mee zitten of waar wij van genieten. Het is net wat je daarvan vindt, maar in ieder geval waar dan die vragen opkomen waarmee ik begon. Hè, van wat moet ik daar nou? Ik hoorde om nou een beetje curieuze aanknopingspunten te geven. Willem-Alexander en Maxima, we weten wie dat zijn. En die zijn relatief populair in Nederland. Vooral als Willem-Alexander zijn antenne wat beter opzet over wat hij beter wel en niet kan doen. Maar verder is die populariteit toch vrij stevig. En ik denk dat ook wel weer goed komt. Het zal een tijdje duren. Die zei vorig jaar, toen hij met zijn vrouw in Amerika was in 2019. En zij was daar aan het werk. Want je weet, Maxima heeft een serieus beroep. En die zit in kleine kredieten. En die wil met alle geweld, wil zij dat ook vasthouden. Ze werkt daar hard voor en twijfelt niemand aan. En hij was daar omdat hij bij de Verenigde Naties iets ging doen.
Dus en hij werd geïnterviewd. En toen beklemtoonde hij hoe belangrijk dat werk voor Maxima was. En dat het er ook gelukkig maakte, ook deel uitmaakte van haar leven. En toen zei hij, happy wife, happy life. En dat is een curieuze uitdrukking die hij overigens helemaal onschuldig gebruikte. Maar die eigenlijk een echo is van wat in die middeleeuwen sterk aanwezig is, allebei een kerkvader. Je moet zorgen dat die vrouw tevreden is. En een van de kerkvaders, Origenes, die zei dat ook wel. Een welgemind vrouw is een rust in het huis. Dat is een kerkvader. Dus als je maar zorgt dat die vrouw vooral seksueel... Dat bedoelde Willem-Alexander absoluut niet. Laten we daar twijfel over hebben. Ja, wie weet. Maar ik bedoel, dat was natuurlijk niet de intentie. Maar wel die gedachte van, je moet zorgen dat die vrouw tevreden blijft. Want als ze dat niet zijn, dan gaan ze hun listen gebruiken. En dan gaan ze op allerlei manieren. Dus dan is het rustig thuis. En hij bedoelt dat gewoon een beetje grappig gezegd. Nou ja. Dat is die gedachte van vrouwen die kun je op die wijze, kun je ze, en dan vooral in seksueel opzicht, kun je ze dus, moet je zorgen dat ze aan hun trekken komen. En dan volgt, en dat komt uit die hoofdse liefdesleren, maar uit een besloten milieu, en dat wordt breed in die steden uitgewerkt, van hoe je dat dan moet doen. En daar komt dus dat element boven, dat breed uit aanwezig is in die teksten, van als een meisje nee zegt, bedoelt ze ja. En dat zit heel diep. Dat is dus die gedachte van een vrouw, een meisje, die stribbelt tegen. He, die moet niet onmiddellijk. Vrouwelijk initiatief, dat hoort niet, ongehoord. En vrouwen moeten ook oppassen dat ze geen aanleiding geven. Er wordt ook verwezen naar de Bijbel. Bekend verhaal van Dina van Sichem uit het Oude Testament. En dat gaat over een meisje, Dina, jaar of 15. En die verhuist, haar familie verhuist. En die komt een nieuwe stad, Sichem, terecht. En dat meisje is nieuwsgierig, hè, naar de omgeving, nieuwe omgeving. En die gaat het nieuwe huis uit, om te kijken waar ze is. Ze verkent. En dan komt er een jongen aan die daar woont, in dat Sichem. En die verkracht haar onmiddellijk. En dan breekt er een afgrijzelijke stammenstrijd uit, want de broers van dat meisje die gaan wraak nemen. Dan die broers vandaar, dat je begrijpt enorm. En dat wordt in de middeleeuwen wordt dat zeer opgepakt. En dat is ook ongetwijfeld de intentie in de Bijbel. Dan wordt er geconcludeerd dat dit allemaal de schuld is van Dina. Want dan had ze maar niet naar buiten moeten lopen, ongechaperoneerd. En ze bood zich aan, was de opvatting. Nou, dat is een idee. En dat is wat je dus ook in die middeleeuwse teksten uitgewerkt vindt. Overigens ook in medische teksten in de 15e eeuw. Van die mannen kunnen dat niet helpen. Hè? Dat element zit daar sterk in. De vrouwen moeten zich bedekken, hun haren bedekken op de juiste wijze. Geen aanleiding geven, want die mannen kunnen dat niet helpen. Het wordt zelfs medische handboeken wordt dat uitgelegd. Mannen zijn perfect en zijn voltooid. Die hebben dus de uitgebouwde geslachtsdelen. En vrouwen die zijn niet goed afgebakken. Hè? Die kunnen daardoor allerlei dingen niet. Ja, dan zijn ze gefrustreerd en listig geworden, maar hun geslachtsdelen zijn binnengebleven. Dat is ook het bewijs daarvoor. En men wijst ook op de congruentie daarvan. Hè? Zelfs het over en weer. Mannen kunnen dat niet helpen. Nou, dat zijn echo's. En dan vooral dat geen initiatief, dat kan natuurlijk niet. Dus een meisje moet tegenstribbelen. En hoe langer ze dat doet, hoe hoger ze haar kapitaal maakt. Want ze verhoogt haar kapitaal. Want die man wil veroveren. Dat kan wel maanden duren, kan wel jaren duren. En moet geduld hebben. Uiteindelijk kan hij er veroveren. Hè? En dat is een heel ingewikkeld spel. Ja, in onze tijd is dat die cultuur, hoe je het ook kijkt of wendt of keert, nog steeds aanwezig natuurlijk. In die zin van leicht zu haben. Hè? Van een meisje dat onmiddellijk instemt of meegaat of initiatief neemt. Ja, dat kan helemaal niet, ook in onze cultuur. En dat, nou, de slutshaming, waar studentencorpora nogal eens aan doen, die lijstjes opstellen elk jaar van meisjes die het makkelijkst meegaan en die zo voor elkaar krijgen, dat zit zo diep. En dat was een van die vragen waarvan ik zeg, ja, dat kan niet. Nou, het is 10:00 op mijn horloge, dus ik moet op. Ik heb uiteraard nog veel meer te vertellen, maar dit zijn een paar hoofdpunten die ik naar voren wilde brengen. Dankjewel. Hartelijk dank. Er zijn een heel aantal vragen binnen. Maar ik heb zelf eerst een algemene vraag. En ook een vraag die te maken heeft met die vergelijking tussen de 15e eeuw en de jaren 70.
Wat gebeurt er nou in de 16e eeuw? We weten de reformatie en dergelijke. Maar wat gebeurt er nou dat openbare lofzingen op de natuurlijke driften, dat weer onder druk komt te staan? Zijn er ook maatschappelijke, politieke factoren die daar een rol spelen? En ja, vergelijkbaar. Ik ben al zo oud dat ik heb meegemaakt hoe in de jaren 90 inderdaad die verpreutsing weer optreedt. Ik moet zeggen dat ik zelf niet goed doorheb wat daar gebeurd is en hoe dat, waarom dat gebeurd is. Maar dat is dan de vraag. Van, wat is dat toch voor tegenreactie? Nee, zeker. Ik ben nog veel ouder, dus ik heb nog veel meer meegemaakt. Nee, ik bedoel op dit punt. Ja. Nee, dat is nou eerst in de zin. Het loopt uit de hand. Om even heel kort door de bocht te gaan. Wat met die seksuele revolutie in de jaren 60, 70, 80 uit de hand liep, was dat steeds meer mensen zich ongemakkelijk gingen voelen bij dat aanbevolen gedrag. En dat zat vooral op het punt van pedofilie. Dat speelde daar een hele belangrijke rol, want dat kun je bijna nu niet voorstellen, maar in die tijd, jaren 60, 70, je had de NVSH, Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, heel belangrijk, die gaf hele goede informatie over van alles, voorbehoedsmiddelen, noem maar op. Abort, een heleboel kwam aan de orde. En een heleboel mensen hadden goede informatie. Maar die deed ook aanbevelingen over wat natuurlijk, daar komt altijd dat woord natuurlijk bij, hè? Dus ook in die uitzet, natuurlijk was dat de kinderen ook getuigen waren van het seksuele spel van hun ouders. Er stond er dan zo'n vrolijke foto bij, dan waren pa, vader en moeder waren vrolijk aan het hupsen op bed en dan zat er zo'n verbijsterde peuter op de voorgrond. Nou, ik kan niet echt peuter nadoen, maar ik bedoel, die zat dan verbaasd, zat hij op dat bed ook. En dat, daar begon het al een beetje te wrikken, dat mensen dachten, nou, maar dat werd dan natuurlijk gevonden. Maar dat mondde uit en dat werd toen elite, niet gedrag, maar door de elite omarmd als artistiek ook, vooruitstrevend, progressief. Dat waren films en romans en dan bedoel ik niet vuile boekjes of weet ik veel, nee, Nouvelle Vague films zijn er verschillende gemaakt. Die gingen over de liefde tussen een volwassen man en een meisje. En ook niet een meisje van 15, maar een meisje van 8 of 9. En, seksuele omgang was daarbij. En dat werd, en ook in romans, er waren gewoon literaire romans. De Bezige Bij gaf een aantal Vlaamse auteurs, dat heeft er niks mee te maken, was toevallig. Maar die gaf een aantal auteurs uit die dat ook verheerlijkten. En toen ging het dus langzamerhand wrikken. Het is nooit één reden. Er komen meer redenen bij. Het toenemen van de sociale middelen. De sociale communicatiemiddelen. Van het fotograferen. Dus naakt zonder of met ontbloot bovenlijf was op een gegeven moment normaal. Ja. Dat op stranden in Nederland. De stranden. En dat werd steeds meer gefotografeerd dan. En dat ging je natuurlijk ook ongemakkelijk doorvoelen. En nou ja, dus daar voegden zich een heleboel dingen bij. Dat men zei van het loopt uit de hand. En dit gaat fout. En dat willen we niet. En dan krijg je dus zo'n terugval. Die dan leidt tot enorme discussies. En met in onze tijd, wat mij op een gegeven moment toch wel zeer verbijsterde, was de discussie over of het Van Gogh Museum een nieuwe aankoop, die ze heel terecht hadden gedaan. Het Van Gogh Museum koopt in het kader van een collectie. Dus ook schilders die iets te maken hebben met die tijd en dat oeuvre van Van Gogh, waar Van Gogh door geïnspireerd was, of wat in zijn geest enzovoort. En die hadden een prachtige gouache gekocht van waterverf van Degas. Badende vrouw. Overigens een buitengewoon vrouw gezien op de rug. En waarom hadden ze dat gekocht? Omdat Degas de vrouw dan afbeeldt als met een normaal lichaam. Met butsen erin en een beetje lubberend hier en zo. Dus, en dat was in die tijd, was dat ook vrij. En dat sloot goed aan bij. Dus gewoon een uitstekende aankoop. En toen ontstond er in de staf van het Van Gogh Museum een discussie of dit wel op de zaal moest hangen. Moet je je voorstellen. Dus dit was geen expliciete, noem maar op. Dat eigenlijk niet meer kon. Nou, dat is gelukkig niet doorgaan. Het hangt keurig op zaal, omdat er veel verontwaardiging over was. Maar die discussie nog lang niet afgelopen. Dat gaat nog wel een tijd door. Tot je daar weer uit moet bevrijden. Want dan krijg je weer een bevrijding. Dat mensen op een gegeven moment zeggen, wordt het langzamerhand te gek. Dit kan niet meer. En dan krijg je provocerend gedacht. Nou, dat was wat in de 16e eeuw ook gebeurde. Het loopt in die stoven en die bordelen. Dus nu even in de werkplek loopt het uit de hand geworden. Bovendien geslachtsziekten. Er komen geslachtsziekten. Syfilis wordt aan het eind van de 15e eeuw onderkend. Dat voorkomt uit geslachtelijke omgang. En men beschouwt dat in hoge mate als een straf van God. De
Dus God grijpt in. Overigens iets wat bij pandemieën en epidemieën ook nu aanwezig is. Hè? Ja. Van, overigens heet God dan nu natuur. Nature hits back. Hè? Van de natuur pikt ik niet wat wij aan het doen zijn. En slaat terug met pandemie. Nou, dat was met geslachtsziekte ook. Maar het liep allemaal uit de hand. De kerk grijpt in. Schilderijen met dit gaat de kerk uit. Dit heeft in de kerk gehangen, hè? Zegt Ogen Bos. En dat kan absoluut niet meer. Het is nu in Prado. Ja. En, maar ook afbeeldingen van Maria, die heel veel in kerken, kapellen en kloosters voorkwam. Maria die het kind voedt, dus met ontblote borst. Daar zat iets erotisch in, hoor, in de tijd zelf. Dat bedoelde ze ook zo, maar dat was op basis van het Hooglied uit de Bijbel. En Bernard van Clairvaux die had dat ook Salon Fee gemaakt, dat ook die erotiek supervrouw aanwezig moest zijn. Moest overal integraal uit. Het werd de boekencensuur, 1520, die zich erg richt op erotische verhalen. Uiteindelijk alles bekroond door het Concilie van Trente. En begint midden van de 16e eeuw. Die dit ook allemaal in regels vastlegt. Omdat het uit moet zijn daarmee. En dan gaat de boel echt op slot. Voor ze wij. En is het altijd een religieuze reactie? Nee. Wordt religie gebruikt? Ja, religie wordt gebruikt. Hè? Dat is nee, want dat geldt ook in onze tijd. Er zijn wel allerlei religieuze geluiden natuurlijk. Maar het zit veel breder en dieper. Het is niet een actie van de kerk. Ja. Een van de, terugblikkend, als je naar de jaren 70 kijkt, de male gaze was daar ook wel vrij dominant. Dus de seksuele bevrijding was toch vooral de bevrijding van de man. Ja, Jan Holkers, hè? Ja. Een duidelijk voorbeeld van. Ja. En Aleida heeft eigenlijk een vraag die daar een beetje in op doorspeelt, dat die mannelijke blik wel duidelijk is. Maar ze vraagt of er ooit eerder in de geschiedenis een soort MeToo-beweging is geweest. Dus zeg maar dat die mannelijke dominantie in ieder geval bekritiseerd wordt. En is er in de 16e eeuw, gebeurt er ook zoiets? Ja, niet op dezelfde wijze, maar dat spreekt allemaal vanzelf, maar wel iets wat de gedachte scherpt. En daarom ik vind het ook een hele goede vraag. Ik ga niet helemaal zeggen dat ik alle vragen heel goed vind. Maar ik bedoel, dus, omdat dat wel zeker het geval is. Ik ben niet toegekomen aan wat ik wel aankondigde. Dat ik het over een paar vrouwelijke bronnen zou hebben uit de tijd zelf. Ja. Waar ik heel trots op ben dat ik die toch heb. En dan krijg je ook een ander geluid. Maar een heel duidelijk voorbeeld is Christine de Pizan. Dat is een auteur rond 1400. Franse auteur. Bedenk overigens even goed dat het Frans in de Lage Landen in die tijd ook zeer courant was. Niet alleen onder adel, maar ook onder de aristocratieën. Die spraken ook Frans en die communiceerden in Frans. Dus die Franse teksten van Christine de Pizan, die overigens ook weer in het Middelnederlands is vertaald. Dat was een buitengewoon boeiende vrouw die veel heeft geschreven. De Stede La Cité des Dames. Over alle fantastische vrouwen die er sinds de klassieke oudheid waren geweest. Het is een hele galerij maakte dan. Om te laten zien dat vrouwen evenwaardig zijn. Dat evenwaardig begrip. Deze Christine de Pizan gaat ontzettend tekeer tegen de roman van de Roos. Daar besteed ik in mijn boek veel aandacht aan. Dat is een buitengewoon een van de meest beroemde teksten uit de middeleeuwen. Ook in het Middelnederlands vertaald, maar ook in het Frans natuurlijk allemaal. En daarin wordt de vrouw, vooral in dat tweede deel, gepresenteerd als een soort gebruiksartikel. Waar je als man ontzettend voor moet oppassen, die moet je natuurlijk gebruiken en wij zouden zeggen misbruiken. Maar ze probeert, want die vrouwen zijn door hun minderwaardige positie zijn ze gefrustreerd. Ze zijn listig. Met die listen weten ze mannen altijd de gronden te richten. Het voorbeeld Adam en Eva. He, dat Satan richt zich tot Eva, omdat hij weet als ik Eva heb, en dat is heel makkelijk, want vrouwen zijn labiel, dus die kan heel makkelijk verleiden, dan heb ik Adam ook. Want Adam is bang voor Eva, die kan Eva niet aan. Ze weten. Nou ja, zo gaat het. Dat is... Maar dan wordt er naar Helena van Troje gewezen natuurlijk. Alle verhalen uit het verleden wordt gewezen. Helena van Troje wordt beschouwd als degene die de hele Trojaanse oorlog heeft veroorzaakt. Dat komt door haar. Het is een wereldse parallel van dat verhaal van Dina van Siegen. Nou, dat vrouwelijke... Dus dat is een voorbeeld van... Dat zij tekeer gaat gezegd. Vrouwen worden hier volkomen fout neergezet als gedrukte types die ook met hun kleding, met haarstukken, met parfums, met push-up, BH's, dat is geen Middelnederlands woord, maar dat equivalent daarvan wordt gebruikt. Dus mannen misleiden en naar het verderf, want ze verteren die mannen en
Nee, maar ook, en daar gaat Christine de Pizan dus enorm tegen in. Die maakt zware. Ik heb mij ooit bezig gehouden met Anna Bijns. Dat is een 16e-eeuwse Antwerpse dichteres. Een van de hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur. Ik heb daar een biografie over geschreven, ook een bloemlezing. En vooral op het gebied van seks is zij ook heel aanwezig. En dan krijg je een ander geluid. Dan zegt zij ook wat vrouwen kunnen en wat mannen niet kunnen met seks. Dan zegt ze, ze heeft een minnaar gehad. Een pater, ik heb dat ook kunnen identificeren wie dat was. En haar biechtvader was, dat is altijd bij vrouwen in de middeleeuwen heel vaak een biechtvader. Abelard en Heloïse is het model bijna. Anna Bijns had Matthias Wijnsen, dat was een minder broeder biechtvader. En die, het moest allemaal geheim blijven natuurlijk. En hij heeft haar verlaten. Ze was jong, hij was veel ouder dan zij. Ze heeft haar laten zitten. En zij schrijft daarover smachtend van kom terug. Ik wil op mijn knieën door de modders komen, naar je toe kruipen. Ik wil door je... En, maar ook buitengewoon agressieve teksten. Refreinen van dat hij er misbruikt heeft. En dan zegt ze, wij hebben alles gedaan wat God verboden heeft. Letterlijk, dat staat in die refreinen. Dus dit is gewoon de schaamte laten vallen. En alles doen, elkaar verkennen enzovoort. En ik heb jou daarbij getemd. Ik heb gezorgd dat ons spel langer werd. Hey, dat is een vrouwelijk geluid. Het is overigens het enige geluid dat ik in dit opzicht uit die tijd ken. Zij zegt van, want ik heb wel even verteld van het criterium was keihard en zo snel mogelijk en dan graag 3 keer achter elkaar. Nou, dit is volkomen vanuit die man gezien. Er wordt wel aandacht besteed aan het voorspel, maar in belang van die man. Dat staat in de rozen ook. Je moet wel even het voorspel, die vrouwen zijn allemaal kouder. Dat had de medische wetenschap vastgesteld. Die vrouwen waren dus, de heetste vrouw was nog kouder dan de koudste man. Mannen die waren wat. Dus die vrouwen moesten opgewarmd worden. Nou ja, dat is voorspel. Maar dat wordt in de roman van de Roos en andere tekst alleen maar gebracht ten faveure van die man. Want die man die kan er anders niet in. Dat staat er ook gewoon letterlijk. Ook de roman van de Roos behandelt dat ook gewoon in technische zin. Dus je moet zorgen wel even dat ze een beetje... Vrouwen worden dan wel eens vergeleken met een turf. Het duurt lang voordat je ze aankrijgt, maar als ze eenmaal branden, dan krijg je ze niet meer uit. Dat is ook zo, hè? Daar moet je dan ook erg mee oppassen, want dan zit dat daarin. Nou, en dan zegt zij, ik heb hem geleerd om te matigen. En dat bedoelt ze mee, om het genot uit te smeren. Om te zorgen dat het langer duurt. Dat is heel modern, is dat. Een moderne tekst. Dus dat geluid, ik heb nog een paar vrouwelijke bronnen die in deze geest ook echt een ander geluid geven. Maar het valt natuurlijk bijna weg bij dat massieve mannelijke visie op seksualiteit. Ja. Hierop aansluitend heeft Jos een vraag die ook een algemene probleem aanduidt. Namelijk, hoe lees je middeleeuwse teksten? Hoe lees je middeleeuwse schilderijen? Hoe lastig is het om dat, om zeg maar je moderne blik daar niet te veel leidend te maken? Bijvoorbeeld dat de mannelijke homoseksualiteit gesymboliseerd zou zijn door omhoogstekende konten. Ja. Is dat niet een hedendaagse interpretatie? En het bedekken van vrouwelijke vormen, is dat, hoe lees je dat? Hoe moeilijk is het om zo'n tekst of zo'n schilderij te lezen? Ja. Nou, dat is moeilijk. Want je moet je goed rekenschap geven van tijd en milieu waarin zo'n tekst fungeerde. En dat betekent dat je heel veel informatie nodig hebt. En dat heb ook vaak bij het interpreteren van literaire teksten in de 15e eeuw en het interpreteren van zo'n schilderij, waarbij je overigens altijd erg moet oppassen van een verschil tussen de intentie van de schilder en datgene wat mensen erin zien. Dat moet je ook altijd erg voor ogen houden. Je hebt met 2 dingen te maken. En dat is niet alleen in de moderne tijd. Want je weet, als nu iemand een roman schrijft, dan op het moment dat hij dat laat uitgeven, geeft hij het uit handen. En dan kan iedereen daarin stoppen wat je wil. Dat is de macht van de lezer. De lezer wordt de baas over de tekst. Nou, dat is niet veel anders in die tijd als uitgangspunt. Op het moment dat ik naar dat schilderij kijk, ben ik de baas. Maar goed, als ik het nu wil interpreteren, dan vraag ik mij 2 dingen af. Dus inderdaad, wat wil Bos en hoe kan dat publiek daarna gekeken hebben? Bijvoorbeeld, Bos kan hier een buitengewoon moralistische boodschap in uitdragen. Wat hij ook doet. Hè? Dat is bijna banaal. Paradijs, aarde. En dan kom je vanzelf daar terecht. Hebben mensen dat ook zo willen zien? Want hebben ze zich vervolgens niet verlustigd? Vooral dat middenpaneel
in al die blote mensen, in al die houdingen, standen, dat al die exotische vruchten eten. Dus wat Bos misschien heel vervelend zou vinden. Denk aan moderne auteurs die kwaad worden om wat lezers in hun boek willen zien. Ja. Die soms zijn heel verontwaardigd, wat ik me heel goed kan voorstellen. Dus, heel, ja. Dus dat is een ingewikkeld punt. Als je nu dus naar teksten en afbeeldingen uit het verleden kijkt. Je moet dus in de tijd kruipen en in de huid van een kijker en een luisteraar op zo'n plein. Ja goed, dat is ook zoals ik heb geprobeerd om mijn vak te beoefenen. Dus niet naar een esthetisch fenomeen dat je uit de tijd rukt en denkt van oh, dat vind ik nog steeds mooi. Wat knap geschilderd en wat leuk en grappig en weet ik veel. Nee, je moet dus proberen te kijken met de verwachtingen en de ogen van iemand uit die tijd. Dan heb je allerlei informatie nodig. Dus kijk bijvoorbeeld over wat er op die Tuin der Lussen te zien is. Daar is een enorm debat over. Hè? Een aantal dingen, daar is men het wel over eens. Hier zijn er honderden boeken over geschreven, ja. Hoor. Vanaf de 16e eeuw, al uit de tijd van Bos zelf, zijn hier al reacties op bekend. En daar zijn dus enorme discussies. En een aantal dingen zijn we het wel tamelijk over eens. Maar er blijven ook nog een heleboel raadsels en suggesties en gedachten. Dat geldt voor die literatuur ook. Dat is ook kenmerkend voor mijn werk. Dat vind je ook in dat boek. Dat ik op basis van context en situatie steeds probeer te bepalen wat die tekst beoogt. Maar ook wat mensen erin zouden kunnen zien. En dat is bijvoorbeeld met dat kerelslied, dat ze dat enthousiast staan te zingen. En dat ze denken, nou, walgelijk leven, walgelijke man, wat doet hij, wat haalt hij allemaal uit? Toch interessant. Ja. Want ik op deze wijze verneem ik wel het een en ander over wat kennelijk kan en geworden is. Ja. En er is iemand die zich de tank noemt, de tank. maar die heeft eigenlijk een vraag over die literatuur in de middeleeuwen. En nou, ik denk dat je daar zeg maar met je oeuvre al wel een antwoord op hebt. Maar de vraag is van in hoeverre werd die literatuur gelezen door het gewone volk? Of was het vooral de elite? Ja, nee, kijk, dat is het opwindende. Vandaar dat ik daar ook veel aandacht altijd aan schenk. Mensen lazen teksten in de volkstaal niet. Nee. En dat heeft niet te maken met hun vermogen om te kunnen lezen, ja of nee. Dat is een van de bekende mythes, is dat niemand ongeveer kon lezen en schrijven, behalve de geestelijkheid. Dat is helemaal niet waar. In die steden kon 80% van de inwoners kon lezen en schrijven. Alleen in de volkstaal, dus niet in het Latijn. Dat is namelijk het probleem, dat men noemde die mensen illiteratus, ja. Dus ongeletterd. Maar dat betekende niet dat ze niet konden lezen en schrijven. Ja, in hun volkstaal. Maar illiteratus waren ze, omdat ze geen Latijn kenden. Dus dat is misverstand. Maar teksten in de volkstaal, literaire teksten, die las je niet. Die beluisterde je. Die werden voorgedragen. Ook voorgelezen in leesclubs. Lezen, zelf lezen in je eentje, je terugtrekken. Dat deden ze in de middeleeuwen met geestelijke teksten. Met een boekje in een hoekje. Thomas van Kempen, de moderne devotie. Maar niet met veel wat wij nu voor het gemak maar even fictie noemen. In je eentje fictie lezen is eigenlijk pas uit de 19e eeuw. Ja. Want in de 18e eeuw zaten ze nog in de koffiehuizen. Zaten elkaar ook de krant voor te lezen. Dat is het gewoon in je eentje lezen is eigenlijk heel, heel korte traditie. Ja. Ja. Jos had nog een vraag over die rondtrekkende professionals die uit de doeken doen wat seksualiteit inhoudt. Wat voor mensen waren dat? Ja, dat zijn... In de eerste instantie werden deze teksten voorgedragen door professionals die uit die rederijkerij kwamen, dus lokaal. Die overigens interlokaal wel allerlei contacten hadden en ook elders optraden, de grote auteurs. Dus die trokken wel, maar het is binnen de steden. Maar daar gaat nog een type aan vooraf dat ook nog blijft bestaan tot een stukje in de 16e eeuw. En dat zijn de sprooksprekers, ook wel sprekers genoemd. En ja, die waren, hadden soms hoog aanzien. Die waren begonnen aan de hoven in de 14e eeuw. Die trokken rond en die hadden het vermogen aan de hoven om teksten te brengen. Eigenlijk weer een voortzetting van de troubadours in vroegere eeuwen. En deze sprooksprekers die gaan zich in de Lage Landen met name ook veel richten op de stad. Dus Willem van Hildegaarsberg is zo'n naam, begin van de 15e eeuw. Die stond in hoog aanzien. Meester werd hij ook genoemd. Hij had een academische opleiding zelfs. Die kwam teksten maken en voordragen. Op verzoek van de stad, Leiden bijvoorbeeld, heeft een mooie tekst gemaakt. Maar die kwam ook aan de hoven en die bediende dat. Uit hen komen dus die rederijkers eigenlijk voort. En dus er zit een professionele traditie achter het voordragen van teksten. Dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoel. Ja. Maar, om dan een hele moderne termen te zeggen,
Dat waren dus een soort, ze waren rondtrekkende sprekers, maar ze waren ook een soort social influencers. Ja, dat vind ik een leuke term. Die heb ik zelf nog nooit bedacht om hiervan op toepassing te maken. Ja, nee, ik ken de term wel, maar om die op van toepassing te laten zijn. Ja. Dat is een aardige gedachte. Het is een aardige gedachte om dat zo te noemen. Ja, want die komen namelijk nadrukkelijk vertellen hoe je hebt te gedragen en waar je mee kunt vermaken en hoe noodzakelijk vermaak is. En hoe sterk je behoefte hebt aan seksuele informatie. Want dat is een element wat ik ook een paar keer heb benadrukt. Het is ook seksuele voorlichting. Ja. Dus de paring vond plaats in principe in het donker. Dat moest, want als je het bed ligt, dan maak je al onmiddellijk. Dus ik heb het nu over wettig huwelijk. Dus binnen het wettig huwelijk, dat moest allemaal in het pikke donker. Want het was een zonde, bleef een zonde. Dus als je dat in het licht deed, dan gaf je al meteen bloot aan dat je geen schaamte had. En dan moest zo snel mogelijk enzovoort. Dus men wist ook technisch, men maakte elkaar wel veel naakt mee bij alle omstandigheden. Men had dieren in de buurt die natuurlijk ook van alles deden. Hè? Dus ook varkens en noem maar op. Ja. Dus men wist wel wat er allemaal gebeurde. Maar meer in engere zin, van hoe ging dat dan precies met die geslachtsdelen? De roman van de Roos die eindigt ermee 300 versregels lang. Volkomen technisch verhaal over wat er gebeurt als de penis de vagina binnendringt. En wat er dan allemaal kan gebeuren. De weg kan hij kwijtraken. Hij kan eruit vloepen. Hoe komt hij er dan weer in? Geef nooit op. Het is bijna verbijsterend om te lezen. 300 versregels lang. Ik weet nou niet meer waar ik een antwoord op geef. Maar ik bedoel... De influencers. Influencer, ja. Precies. Ja. Dus in zekere zin... waren het ook een soort YouTube-filmpjes. Ja, nou ga je echt door. Ja. Dat zijn interessante gedachtespinsels. En dat zeker, daar kun je net mee komen. Dit soort dingen, en zo hanteer ik het over het algemeen, probeer ik het ook zo te hanteren, zijn die verscherpen je vragen. Hè? Dat je denkt van, gaat dat die richting dan op? En dan denk je, er zijn er maar overeenkomsten. Er zijn ook verschillen. Maar dat is juist belangrijk, dat je daardoor dus betere vragen kunt stellen. Ik heb dat met studenten ook altijd gedaan. Wij keken in de jaren 70 naar de sketches van André van Duin en Wijlen Corrie van Gorp, die net overleden is, maar ook zijn ander Frans van Duschoten, om te laten zien dat vrijblijvende humor niet bestaat, wat André van Duin altijd zei. Die zei, lekker lachen. Nee, ben je gek, het was altijd de underdog die de officiële mensen voor idioot zette. De dokter, de psychiater, de burgemeester, de rechter. Dat speelde zijn compaan altijd. En hij speelde altijd een schlemiel. Maar hij wist die autoriteiten altijd volkomen voor gek te zetten. En nou, dat vindt een algemeen publiek, vond dat fantastisch. En vrijblijvende humor bestaat niet. Dat heeft altijd een sociaal effect. En ik zei, zo moet je misschien ook naar die tekst, die kluchten kijken. Het is niet zomaar lekker hard lachen. Het gaat altijd ergens om. Er wordt iets mee geregeld. Ik denk dat we aan de tijd zijn. Dus ik wil je hartelijk bedanken. Ontzettend interessante voordracht, maar ook een leuke discussie naar aanleiding van de vragen. Ja, daarmee is deze bijeenkomst afgerond. En hartelijk dank. Graag gedaan. Ja. Dank je.